Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag de dag eigenlijk dat het korter zou rijden van Noordwijk naar Haarlem. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren vanwege de corona nog. Helaas natuurlijk voor het tweede jaar al. Maar goed, we kijken uit naar volgend jaar. En er zijn wel alternatieven bedacht. En ja, daar ga ik nu ook naartoe. Ik ga nu naar Heemstede. En ja, ik moet ook nog eens opschieten, anders kom ik te laat. Dat ligt aan mij. Maar goed, ja, ik heb er zin in. En ik hoop dat iedereen het ook leuk gaat vinden. Het is natuurlijk nu niet dat de mensen naar het Corso komen. Maar wij brengen het Corso naar de mensen. Ja, dat klinkt natuurlijk ja, heel erg gezellig. Dus ik ben ook heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. En ja, ik zou zeggen, let's go. Echt prachtig Corso weer geweest. Echt. Laten we hopen dat het volgend jaar ook zo mooi weer is. Achter mij zie je dat de interviews al druk bezig zijn. Eigenlijk de hele dag door worden de interviews gehouden. En het wordt ook live uitgezonden. En ja, dat is natuurlijk super leuk. En ja, we wachten nu bij het Hartenkamp op iets leuks. Dus ja, ik kan niet wachten. Eerste Corso-wagen is gearriveerd. Nou, echt, ik ben zo benieuwd wat iedereen ervan vindt. Superleuk dit. Wauw. Oh, en ik ruik het helemaal. Geweldig dit. Nou, daar zitten we dan. Achter op de scooter. En achter mij staat de praalwagen. En we gaan een rondje doen. Ik heb er zin in. Wat een mooi ding! Ja, ja, super mooi hart! En deze voor de Hartenkamp, Annie. Nou, super leuk, ik ben benieuwd. Ja, ja, super leuk! Kijk, de bomen zijn er helemaal gekeken. Daar. Voor de tweede keer geen Corso, maar we weten hoe enorm gewaardeerd dat wordt door de Hartenkamp. Ja. En ik zal je vertellen, van, wij hebben besloten, dit jaar komen niet de mensen naar ons toe, wij komen nu naar jullie toe. Ja, super. En we hebben allerlei acties, dit is de laatste en eigenlijk gaan we nu de mensen opzoeken. En we hebben onwijs leuke acties gehad van 75 jaar, 75 bloemstukken per gemeente uitdelen. Tot fotowedstrijden gaan we door. Hartstikke. Maar wij vinden jullie zo'n bijzondere mooie groep mensen die ons altijd de steun geeft op de avonden hier in dit Corso als we richting Haarlem gaan. Als het bij ons al een beetje erg hoog zit en dan is het zo leuk dat we die mensen zo klappen en dan roepen, dat wil het voor. Ja. Namens de Bloemencorso willen jullie toch een hart onder de riem steken. Hartstikke. Met dit leuke hart. We willen hem aan jullie geven en ik hoop zeker volgend jaar dat jullie weer gaan kijken. En volgend jaar zijn we 75 jaar en dan willen we echt gaan vlammen. Hartstikke en namens Bloemencorso, onwijs veel plezier. En dank voor de leuke reacties net op het terrein van de bewoners hier ook. Dat doet ons goed. Ja. Nou, totaal spontaan en helemaal leuk. Ja, wij zijn er heel erg blij mee. Dankjewel. Alsjeblieft. En volgend jaar staan we allemaal weer langs de hef. Ja. Ik doe het zo, op afstand. Onwijs bedankt. Super. Maak er wat moois van met elkaar. En ik hoop dat er hier nog al lang over wordt gesproken. En volgend jaar gaan we elkaar zien. Hartstikke leuk. Dit was ons lichtbiedje van deze week. Hartstikke super. Dank jullie wel. En nou, heerlijk. Nou echt, de mensen hebben hier zo leuk gereageerd. Ik denk dat hier ook nog wel heel lang over nagepraat wordt. Ik ga snel door naar het volgende adres. En ja, jullie gaan gewoon weer gezellig mee. We zien de hospice in Haarlem. Het heet Hospice Haarlem en Omstreken. En ja, ook hier komt het Corso langs. Ja, en dat is... ja, heel bijzonder. En de mensen hier die zitten ook klaar om het Corso te bekijken. De Corso die komt over 5 minuten langs. Dus ja, ik ben benieuwd.
Ik heb er zin in. En kijk even hoe mooi deze tuin is. Super mooi. Hallo! Ja, hè? We zijn bij de hospice en de paalwagen staat ook zo neergezet omdat iemand daar ligt en die geniet nu zo erg dat het Corso er is. Ja, het is geweldig om te zien dat mensen hier vrolijk van worden. Echt prachtig dat we dit mogen doen met z'n allen. Kijk, en een mooi hart. En het ruikt lekker. Oh, echte Corso geur. Oh. Daar staat hij dan. Kijk hoe mooi. Iedereen is er klaar voor. Dat is. Wat vind je ervan dat je zo'n hart hebt gekregen? Nou, wij zijn daar heel erg blij en vereerd mee met deze hartverwarmende actie. Ja. En we zullen hem aan alle gasten laten zien. En daarna een mooie plek in het hospice geven. Oh, super. Nou, en kijk. Hij ruikt als een malle. Ja, echt bizar. Ik ruik het ook. Nou, heel erg bedankt. En geniet van het hart. Nou, Corso, tot volgend jaar.